Iedereen heeft zonnepanelen, want dat wordt zo aangemoedigd in de groene spoon. En dan de Liander die gaat het stopzetten, want de levering van de mensen, de particulieren, is niet meer. Hoe zit dat? Ja, nou, waar wij al bang voor waren als SP-fractie in de provincie Noord-Holland, is dat het stroomnet de vraag en de levering van energie niet aan kan. Nou is Liander in de provincie al op verschillende plekken de capaciteit aan het vergroten, maar dat gaat niet snel genoeg. Althans, er is gewoon wordt een veel te groot beroep gedaan op stroom, elektriciteit in de provincie. En daarbij is wat u zegt, wij worden geadviseerd om over te stappen op alternatieve energiebronnen, we noemen zonnepanelen. En dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat de particulier in elk geval die stroom kwijt kan aan de netbeheerder als dat zo uitkomt. Maar wij moeten natuurlijk ook erop kunnen rekenen dat wij altijd voorzien kunnen worden van elektriciteit. De kabels die liggen in de grond, dan boven de grond zouden het wel kunnen, maar dat willen we niet. Nou, we hebben jaren geleden met elkaar natuurlijk het besluit genomen om de kabels uit de lucht de grond in te krijgen, omdat dat zeker voor het uitzicht, maar ook voor de veiligheid beter was. En nu blijkt dat kabels in de grond die verhoogde capaciteit niet aankunnen. Daarmee hebben we natuurlijk wel voor onszelf een probleem gecreëerd wat opgelost moet worden. Ja, moet dat de provincie doen of is dat een rijksaangelegenheid? Wij als provincie zeggen natuurlijk in eerste instantie dat het een rijksaangelegenheid is. Maar ook de provincie heeft daar iets over te zeggen, gelukkig. In het verleden wel, omdat PEN was natuurlijk eigenlijk zowel de leverancier van de elektriciteit en het gas als de bekabeling. Maar dat is allemaal opgesplitst. Ja, en in het verleden hadden we natuurlijk een provinciaal energiebedrijf, hè, dat PEN wat u noemt. Dat is helaas niet meer. Het is nu allemaal aan de markt gegeven. Dus je zou kunnen zeggen, nou, dan mogen wij van de markt verwachten dat zij ervoor zorgen dat die capaciteit op orde is. En dat blijkt niet zo te zijn. Kijk, wij lezen allerlei vreemde berichten over particulieren die hun energie die ze met zonnepanelen hebben opgewekt niet meer kunnen terugleveren aan het net. Uiteindelijk wel een soort reclamecampagne was om over te gaan tot aanschaf van zonnepanelen. Maar we lezen bijvoorbeeld ook dat op enkele plekken in de provincie de zonnepanelen om wat voor reden dan ook worden uitgezet om te voorkomen dat het net overbelast raakt. Welke delen van de provincie? Dat is vooral Noord-Holland Noord, maar wij vermoeden als SP-fractie dat er ook andere plekken in de provincie zijn waar dit misschien wel kleinschalig, maar wel degelijk gebeurt. En dat is natuurlijk een zorgelijke ontwikkeling. Komt dat door de centra's die hier komen, de computercentra's? Nou, als we het hebben over Noord-Holland Noord, dan lijkt het ons als fractie wel duidelijk dat de datacenters, hè, waar we nu in de buurt staan, daar wel een hele grote invloed op hebben, want dat zijn zogenaamde energieslurpers. Willen jullie dat deze bedrijven dan een eigen elektriciteitscentrale gaan maken? Nou, het zou natuurlijk mooi zijn als er aan de ene kant althans een stop komt op het vergroten van die datacenters. Hè. De gemeente Hollands Kroon is voornemens om het aantal datacenters hier nog verder uit te breiden, drastisch verder uit te breiden. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als die datacenters hun eigen stroomvoorziening zouden hebben. Maar niet alleen de stroomvoorziening, ze hebben ook een heleboel water nodig. Ja, water is ook zo'n probleem wat om de hoek komt kijken bij het hebben van dit soort grote energieslurpers in de provincie. En zeker in deze hoek van de provincie, in Noord-Holland Noord. Zij gebruiken ook heel veel drinkwater voor de koeling van de installaties. En ook dat is een probleem. Kunnen ze niet beter zelf een eigen koelingsinstallatie dan realiseren met water uit de sloot? Ja, kijk, het makkelijkste is natuurlijk, en dat snappen wij natuurlijk ook al, dat dit soort bedrijven gebruik maken van de voorzieningen die er hier zijn in deze regio. Maar als je merkt dat dat zoveel problemen geeft voor de betrouwbaarheid van beschikbaarheid van drinkwater, de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, energie, dan moet je toch andere maatregelen gaan nemen. En daar kan de provincie een hele grote belangrijke rol in spelen.
Want daarvoor moeten wel wat regelgeving worden aangepast. Nou zijn een oude gedeputeerde, Jan van Run, en ook de wethouder Theo Meskes van de VVD, alle twee toevallig van de VVD, die zijn geweest in Amerika. Ik krijg een beetje de indruk, zijn er geen raakpunten met, zoals in het verleden met meneer Hoijmeijers? Ja, daar moet je natuurlijk altijd heel erg voorzichtig mee zijn. En kijk, voorgangers ook in de SP-fractie in de provincie Noord-Holland hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan en ook heel veel aandacht aan besteed. En dat moeten we ook vooral blijven doen. Want dat hier in de gemeente Hollandse Kroon vreemde zaken gaande zijn of gebeurd zijn, ja, dat is eigenlijk wel duidelijk. Maar we kunnen nog niet echt de vinger op de zere plek leggen. Het is zo dat de provincie heeft even een streep gezet door de uitbreiding van de datacentra's. Heeft dat nog verstrekkende gevolgen voor de gemeente Hollandse Kroon? Dat zou zomaar kunnen. Hè. We moeten zeker na het zomerreces maar eens kijken hoe zich dat hier in de gemeente Hollandse Kroon ontwikkelt. Wij zijn als SP blij dat we voorlopig geen nieuwe datacenters hier hoeven te verwelkomen. Maar niets is zeker en wat dat betreft blijft het ook voor de ontwikkelingen hier in de gemeente heel erg spannend. HVC zit hier vlakbij, heeft een elektriciteitscentrale in Alkmaar. Is er misschien niet een voorstel om hier ook een elektriciteitscentrale te plaatsen voor hier de datacentra's? Nou, als dat uiteindelijk de oplossing is, dan lijkt ons dat best een goede zaak. Alleen natuurlijk niet op kosten van de provincie of van de gemeente Hollandse Kroon. Dat zullen de bedrijven zelf moeten bekostigen. Maar dan denken ze, dan gaan we weg hier en dan gaan we naar een andere provincie. Ja, dat is altijd zo'n dreigement. Hè? Van ja, als de gemeente en de provincie niet meewerkt, dan zoeken we een andere plek. Maar als u hier om u heen kijkt, dan geloof ik gewoon niet dat deze bedrijven een andere plek gaan zoeken. Want de investeringen ook voor Google en Microsoft zijn hier zo gigantisch geweest. Die gaan echt niet weg. Nou staat hier mais. Dadelijk staat hier een datacentra. Nou, wat ons betreft niet. En gelukkig zijn wij als SP niet de enige die daar fel op tegen zijn. Welke partijen kunnen jullie steun krijgen? Nou, eigenlijk zijn dat toch wel heel veel partijen. Maar van welke partijen krijgen jullie de steun? Nou, wij krijgen als SP steun van bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren. GroenLinks is ook niet een groot voorstander van. Maar die hebben natuurlijk door coalitieafspraken allerlei andere belangen. Maar het is helemaal niet zeker gelukkig dat hier in dit gebied over een jaar of 10 nog veel meer datacenters zullen staan. Maar de Partij van de Arbeid hier in Hollandse Kroon denkt er heel anders over dan de Partij van de Arbeid in de provincie. Ja, dat vinden wij ook altijd een hele vreemde gang van zaken. Je zou zeggen, nou, het is toch wel één partij met één visie en één uitgangspunt. Maar dat is helaas vaak niet het geval. Want de Partij van de Arbeid in Hollandse Kroon die staat wel achter de uitbreiding van een aantal datacentra. Ja, kijk, ik snap ook best dat je als gemeente andere belangen hebt dan een provincie. Maar ja, wij hopen dan toch altijd dat het verstand bij dergelijke partijen toch wel de overhand krijgt. En dat je toch een beetje met elkaar moet samenwerken om een goed datacenterbeleid te kunnen formuleren. En zeggen ook, het is goed voor de werkgelegenheid. Ja, het argument werkgelegenheid wordt vaak gebruikt voor vestiging van datacenters, bijvoorbeeld in dit gebied. Maar met die werkgelegenheid valt het eigenlijk best wel mee. De meeste mensen die hier werkzaam worden, dat zijn toch mensen die worden overgevlogen uit Amerika of Engeland. En wat dat betreft heeft dat niet zo heel veel invloed op de werkgelegenheid in de regio. Terugkomend, de elektriciteitsvoorziening moeten mensen hier van de datacentrum zelf gaan verzorgen. Nou, wat ons betreft moet het in ieder geval anders dan nu. Het kan niet zo zijn dat om deze datacenters draaiende te houden, dat de particulieren of de kleinere bedrijven in de omgeving daar last van hebben. Dat kan echt niet.